Bij de jaarlijkse India-herdenking hier in Breda op de Trip van Zoutland Kazerne. Een bijzonder welkom aan de loco-burgemeester van Breda, mevrouw De Bie, de burgemeester van Oosterhout, de heer Huisman, en commandant Nederlandse Defensieacademie, de generaal-majoor Geerts. Aangetreden is een detachement samengesteld uit tweedejaarskadetten van de Nederlandse Defensieacademie. Aan uw rechterkant staat het kadettenmuziekband Amarok, onder leiding van de heer Casper Versluis. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Methorst, de voorzitter van de stichting Indië Gedenkteken Oosterhout en Breda. Uiteraard vergeet ik dan niet de familieleden en de nabestaanden en de vertegenwoordigers van de diverse veteranenorganisaties hier aanwezig, vrienden en genodigden en de bewoners van Huis de Raffi van harte welkom te heten. Op deze 18e herdenking van het 55 militairen afkomstig uit Breda en Oosterhout, waarvan de namen op deze gedenkplaten staan vermeld, en die in de periode 1945 tot 1949 en daarna in Nederlands-Indië tijdens de uitoefening van hun militaire plicht het leven lieten en al daar hun laatste rustplaats hebben gevonden. Het doet mij deugd dat u weer met zoveel naar deze herdenking bent gekomen. Herdenken doen we om niet te vergeten. Vandaag herdenken we hen die in opdracht van de overheid gestreden hebben en uiteindelijk hun leven lieten in het Nederlands voormalig Indië. Het is goed om jaarlijks stil te staan bij onze gesneuvelde collega's. Opdat wij niet vergeten. Opdat wij de namen niet vergeten van hen die dit stuk geschiedenis met hun bloed hebben geschreven en wiens namen wij nu in het monument kunnen terugvinden. Nu wij onze gestorven kameraad, onze dierbare partner, vader, opa of oom herdenken. Van hen die vrijwillig of verplicht naar voormalig Nederlands-Indië zijn vertrokken en daar zijn gestorven. Hun jonge leven is zo abrupt afgebroken. Voor dit mysterie van hun dood staan wij machteloos. Dan gaan wij nu verder met het leggen van de overige kransen en bloemstukken.
De volgende krans zou worden gelegd door burgemeester van Oosterhout, de heer Huisman. De volgende krans zou namens de KMA worden gelegd door kadetsergeant Makarawoen en kadetsergeant Kooimans. Wij hopen in de avond van het leven op aandacht en begrip, maar bovenal dat van herinneren, herdenken en bezinnen de rijke inhoud nooit verarmen zal. Parade, commandant. U kunt de eenheden ter beschikking stellen. Links, op, voorwaarts, mars.